hoop en boosheid in Os. De laatste maanden was er al tientallen keren geprotesteerd tegen het voorgenomen besluit van moederbedrijf Merck om de onderzoeksafdeling van het voormalige Organon op te doeken. Maar het was voor het eerst dat ook andere werknemers in Os meededen aan de protestmanifestatie. Grote groepen werknemers van bijvoorbeeld de gemeente en de Rabobank deden dat, maar ook zelfstandige ondernemers. Wij komen uit solidariteit. We vinden het heel belangrijk wat er gebeurt. En we willen in ieder geval als centrumondernemers laten zien van dat we deze actie compleet ondersteunen met z'n allen. Bent u hier nou om een oogje in het zeil te houden of uit solidariteit? Beroepsmatig, oogje in het zeil houden. Ik voel wat sympathie voor de mensen daar. Mensen, gezinnen die thuis komen zitten, mensen die iets moeilijk hebben straks, die in onzekerheid zitten. Dit is een gelegenheid waarop mensen in Os kunnen zeggen van ik wil ondersteuning bieden. Ik ben solidair met de mensen van Organon. Bent u solidair? Ik ben met alle mensen solidair, dus ook met deze. Een hart onder de riem dus, zelfs uit onverwachte hoek. Een paar honderd sympathisanten buiten MSD deden aan de tocht mee. Heeft u vrijgekregen van de baas? Nou, het is zo dat ik mijn pauze daarvoor inlever en hij heeft me ook aangegeven als ik wat later terugkom dat dat geen probleem voor hem is. Gefaciliteerd door de directie en kleine moeite om onze steun te betuigen. De protestmars ging naar het gemeentehuis waar burgemeester Klitsy de actievoerders toesprak. Laten we elkaar vasthouden en proberen zoveel mogelijk werkgelegenheid hier bij Organon te behouden. De organisatie van de mars is tevreden over de opkomst. We wisten niet precies hoeveel we konden verwachten, maar ik denk echt er waren hier 300 man. En het grootste deel gezichten die ik nooit gezien heb, dus dat zijn andere bedrijven. Komende vrijdag is het kort geding. Hoe kijken jullie werknemers daarop vooruit? Ja, hoopvol natuurlijk. Ik denk dat Merck terug moet aan de onderhandelingstafel. Er lag een goed voorstel voor een overname. Dus we vinden het belangrijk dat Merck weer terugkomt aan de tafel. Het kort geding tegen Merck, het moederbedrijf, begint komende vrijdag om 2:00 in Amsterdam.